ik heb gekeken van oké, hoe is Suriname eigenlijk Suriname geworden? En dan ben ik teruggegaan vanaf voor de onafhankelijkheid. En ik heb toen gezien dat men toen heel veel de focus heeft gelegd op de bauxietsector. En er waren toen ook al, de balata was er, goud. Men was al bezig met suiker, Mariënburg. Men heeft een paar dingen gedaan. Maar men heeft nooit gekeken naar districtsbenadering. Van wat kan elk district ons opbrengen? En ik ben toen gaan nadenken van, hey, moet van daaruit niet het geld komen dat we echt nodig hebben voor Suriname? Maar we kijken niet naar wat kunnen de districten ons brengen. Wat kan Koroni ons opleveren? Nikeri, Brokopondo, Sipaliwini. En ik heb toen gezegd van, hey, moet dat niet nu? Hoe lang moeten we nog wachten om zo te denken als Surinamer? En ik heb toen gezegd van, is goed Patricia. Vandaag bied ik dat vehikel aan de regering. Laat me zien hoe de regering daarover denkt. En laat me zien hoe die samenleving daarover denkt. Hoe de parlementariërs daarover denken. Omdat in het parlement zitten er parlementariërs van Suriname. Maar parlementariërs die komen uit districten. En het moet een trigger zijn. Het moet een aanzet zijn. En ik hoop dat alle parlementariërs komende uit districten uiteindelijk zullen zeggen van regering, het is mooi geweest. Dit is de nieuwe weg. Zo moeten we denken. Hoe gaat u dit aanpakken? Dus ik ben nu zelf ook, tenminste ik heb iets op papier gezet. En ja, ik ben vanuit het parlement ga ik eraan trekken. Je zit niet in die uitvoering. Nee. Maar wat ik wel wil doen is elke Surinamer vanuit het district waar hij is ertoe bewegen om zo te kijken. Districtscommissarissen. Dat ze ook gaan leren kijken naar een district met een ander oog. En ik hoop dan dat die droom, want het is voor mij niet een droom dat niet realistisch is. Het is een droom dat te realiseren is. Als ik er niet aan blijf trekken, dan zal het iets blijven dat ik alleen zeg. Maar het moet iets zijn dat we allemaal moeten meenemen. En ik denk dat ik nog wat heleboel mensen heb meegekregen. Meneer Asabina, meneer Yogi, meneer Belfort, de minister, meneer Akai Bersing. En die zegt tegen mij van het MOP zal daaruit bestaan.